overal in Nederland, maar vooral in Noord-Holland, is het in de ochtenden een drukte van belang op de stations. Zo ook op Naardenbussum, waar de forensen zich richting het werk in de grote stad spoeden. En op dat fenomeen willen we even wat dieper ingaan. Ja, mevrouw Van Delft, u moet zo uw trein halen, maar u heeft nog even 1 minuutje tijd om uit te leggen wat het forensenleven nou inhoudt. Nou, precies. Wat u werkt in? Amsterdam. En wat doet u daar? Ik werk daar op een advocatenkantoor. Aha, en u woont dus in Bussum? In Naarden eigenlijk. Oh, kijk aan. En waarom niet in Amsterdam? Ja, nou daar woonde ik eerst en dat was eigenlijk wel praktisch, want ik studeerde daar, dus dat is natuurlijk makkelijk. Maar deze omgeving is toch wel wat mooier dan Amsterdam. En we hebben nu een hartstikke mooi huis met een mooie tuin. En in Amsterdam zat ik 2 hoog zonder dat ik naar buiten kon. En dat is een hele andere dynamiek, maar mijn voorkeur ligt inmiddels wel hier. Oké, nou hartstikke bedankt voor deze korte en bondige uitleg. Ik vond het, u deed het toch goed binnen 1 minuut eigenlijk. Nou, dank u wel. Ik wens u een voorspoedige reis. Dank u wel. Terwijl mevrouw Van Delft zich naar de trein begeeft, gaan wij kijken naar de roots van het forensen in Holland. Want dat is eigenlijk hier begonnen. En het heeft een fantastische villawijk opgeleverd. Yeah. De eerste forensenwijk in Noord-Holland was geen Vinex-wijk voor de middenklasse, maar een echt villapark. En het initiatief daartoe werd genomen door een rijke Amsterdammer met Duitse wortels, J.H. Biegel. In wat tegenwoordig de Nassaulaan heet, begon hij met zijn project Nieuw Bussum. En die Nassaulaan is genoemd naar de Villa Nassau, een riante grote villa, gebouwd door Jozef Herman Biegel. Waarom wilde hij zo graag naar Bussum? Want Bussum was in die tijd een boerendorpje. Ja, zeg maar boerengehucht. Maar het grote voordeel van Bussum was 10 juni 1874 dat Bussum aan de spoorlijn kwam te liggen. Aha. En dat maakte natuurlijk verkeer tussen Bussum en Amsterdam mogelijk. Bovendien gold het hier als uiterst gezond. Zandgrond was gezond. Op klei- en veegrond kreeg je allerlei kwalen. Maar zandgrond was heel goed. Je ziet het trouwens hetzelfde ook bij Overveen en Bloemendaal. En daar kwam ook nogal bij dat je hier natuurlijk geen last had van woelziek rood gespuis. Waar Amsterdam, denk aan de palingoproer bijvoorbeeld, wel onder te lijden had. Dus je had hier kalmte. En met woelziek rood gespuis bedoelt u mensen die een socialistische aanhang hadden? Ja, en dan de ongezondheid bijvoorbeeld van de grachten. Open riolen, waar de boldoodkar. Boldood was eigenlijk reukwater, maar spottend werd dan gesproken over de boldoodkar die fecaliën kwam ophalen. Biegel had een vooruitziende blik die hij zou verwoorden in een boekje dat schilderachtig Gooiland heette. Daarin schreef hij: in Engeland heeft men al lang begrepen dat het onmogelijk is kantoor en woonhuis op dezelfde plaats te hebben. En dat het absoluut noodzakelijk is die twee te scheiden. Het idee van Biegel en zijn zakenpartners leverde een fantastische villawijk op, het Spiegel. Waar nog altijd prachtige panden staan. Wij maken een rondje met meneer Snijders langs enkele karakteristieke gebouwen. Vissen in een soort van slotgracht bij een fantastisch pand, maar is het ook voor dit pand aangelegd? Nee hoor, het is eerder aangelegd door Biegel in het kader van wat hij noemde het Nassaupark. Het Nassaupark was een wandelpark en de bedoeling was dat de mensen, de spiegelbewoners, daar vertier konden vinden. Ja. Zo is het. En dit was eigenlijk heel groot. Dit is nog maar het restant van wat ooit een grote waterpartij was die zich hier door dat Nassaupark heen slingerde. Biegel staat aan de wieg van wat heet de verfraaiingsvereniging. En het was ook de bedoeling om op die manier Bussum het karakter van een boerengehucht te ontnemen en het op te stoten als villadorp. En wat is dat dan precies? Wat werd gezien als fraai? Als fraai werd gezien het plaatsen van bloembakken. Het planten van laanbomen en vooral ook het verwijderen van mesthopen die het dorp ontsierden. En het verhinderen dat kinderen op straat koeien hoeden. Want dat paste niet bij de chique bevolking die eigenlijk de macht in Bussum min of meer ging overnemen.
Bussum onderging in het laatste kwart van de 19e eeuw een ware metamorfose. In enkele tientallen jaren groeide de gemeente van 1200 naar bijna 20.000 inwoners. En de bevolking zou blijven groeien tot in de jaren 60. Het Spiegel groeide uit tot één van de mooiste wijken van Noord-Holland met vermaarde bewoners. Een hotelmagnaat als Krasnopolsky heeft hier gewoond. En verder Guy de Coral, een naam die nu niets meer zegt, maar in de tijd heel beroemd was als hoffotograaf. En achter ons in deze magnifieke Villa Gracia woonde baron Schimmelpenninck van der Ooijen, een politicus ook bekend aan het eind van de 19e eeuw. Dit is ook weer een mooi huis, niet het grootste huis denk ik in de wijk, maar wel van enorm belang denk ik. Ja, zeker van cultuurhistorische waarde. Hier heeft namelijk zo rond 1900 de grootste verzameling van schilderijen en tekeningen van Van Gogh, van Vincent van Gogh. De grote gezeten. Vincent van Gogh. Ja, inderdaad. En die werden bijeengebracht en beheerd door de weduwe Jo van Gogh Bonger. De weduwe van de broer van Vincent, Theo. Wat onverkoopbaar was, heeft zij hier opgeslagen? Ja, het was toen eigenlijk nauwelijks iets waard. Je raakte ze aan de straatstenen niet kwijt. Wat hing hier dan bijvoorbeeld? Nou, zelfportretten van hem, maar ook de aardappeleters hing boven de kachel. En de bloeiende amandeltakken, die hingen ergens. En het zoontje, want ze was hier naartoe verhuisd vanwege de gezondheid van haar zoontje. Die liep er tussen te spelen en tikte er af en toe een bal tegenaan. Echt waar? Die heeft gevoetbald met Van Goghs? Ja, maar de schilderijen hebben geen schade opgeleverd. Het was kennelijk een zachte pluche bal. Het Spiegel trok ook intellectuelen en andersdenkenden aan. Schrijver en arts Frederik van Ede kocht bijvoorbeeld een groot stuk land waar hij een commune stichtte naar Amerikaans model, Walden genaamd. Het huis van de minnares en latere vrouw van Van Ede, Truida Everts, staat er nog steeds. En in de tuin staat ook nog de hut waar Van Ede zijn literaire hoogtepunten schreef. We krijgen een rondleiding van de huidige bewoonster, Liesje Kramer. Om me te behoeden voor het verval, stook ik minimaal één keer in de week. En van de buren krijg ik oude pellets. En die verzaag ik dan. En die stook ik op. Ah, kijk eens aan. Hier zat hij dus altijd een beetje te werken. Nou, altijd weet ik niet, want er is vrij weinig van te vinden. Maar als hij hier was, hier ziet u een foto waar hij in de hut zit bij de lessenaar. En dat is de lessenaar bij dat raampje. Die hut stond dus oorspronkelijk bij mevrouw nummer 1 in de tuin. En toen Van Ede in 1907 met Truida trouwde, toen heeft de vertaler van de kleine Johannes, Pietro Mariata of zoiets, zo'n soort Italiaanse naam, de Italiaanse vertaler, die heeft hier in dat huisje gewoond met 5 mensen en intussen hier die hut weer opgebouwd. Ah, kijk aan. Dus die hut is verhuisd. Dit was het oude koloniehuis. En dan heb je hier mijn huis. Dat was vroeger daar de schoorsteen. Die is er nu niet meer. En dit nieuwe stuk is ook aangebouwd. Dat is ook niet origineel. En wij zijn nu hier in de hut. Het waren dus intellectuelen over het algemeen die zich lieten inspireren door het buitenleven. En dan probeerden om er iets van te maken, zelfvoorzienend. Ja, zo, dat was het. Maar er was natuurlijk enorm commentaar in het Bussumse. En dat Walden, werd genoemd, dat kunt u hier zien in het knipsel, waar alle luieren, daar eet niemand. En waarom hebben deze mensen dat verdiend? Ja, ze vonden dat allemaal maar niks, een beetje ontuchtig, denk ik. Het Walden-project kende eigenlijk vanaf de start problemen. Het grootste was eigenlijk dat de verhouding tussen intellectuelen en harde werkers een beetje scheef was. In 1907 stierf het socialistische tuinbouwideaal in schoonheid. Maar ik vind het toch wel, ondanks alle strubbelingen, ik vind het toch wel heel bijzonder dat het 9 jaar heeft kunnen bestaan. Want 9 jaar is natuurlijk wel lang. Terug naar de groep forensen die het wel konden uithouden. Op de Schravenlandseweg in het Spiegel staat het mooiste gebouw van Bussum in 2010. Dat moet toch een hele eretitel zijn? Dat is zeker een eretitel. Er waren een stuk of 13 andere huizen die mededingers waren. En het is natuurlijk best mooi als je als nummer 1 eruit tevoorschijn komt. Ja, maar nu willen we ook wel even zien waarom het dan zo is. Laten we binnen dan gaan kijken.
De villa is in 1900 gebouwd. En je ziet dus helemaal klassieke elementen. En zo zie je in dit huis een soort mix van stijlen. Dat noemen ze eclecticisme. Daar zie je drie spreuken in de ramen verwerkt. Links de haan van de waakzaamheid. In het midden de bijenkorf, symbool van de neverheid. En rechts zie je de uil, symbool van de wijsheid. En herkent u zich een beetje in deze symbolen? Het is de opdrachtgever, meneer Tindal, geweest die het gebruikt heeft. En, u heeft wel overeenkomsten met hem, hè? Nou, in ieder geval deel ik de liefde voor de schoonheid met hem. En voor de muziek. En voor de muziek. Zijn dochter was pianiste. En het zal zeker zo geweest zijn dat dit huis ontworpen is om een groot gezelschap te kunnen ontvangen. Tegenwoordig geven Roelofsen en zijn vrouw concerten in het gebouw, net als dat vroeger werd gedaan. Maar in de jaren 80, toen hij het kocht, was dat onmogelijk. De villa was compleet verpauperd en er moest jaren verbouwd worden. Kijk, we hebben zelf ijverig op de stelling gestaan en keurig al die blaadjes en die bloemetjes met de hand geschilderd. Dit gebruiken wij nu als slaapkamer, want het is natuurlijk heel aantrekkelijk om in het voorjaar zomaar de deur naar buiten open te kunnen doen. Maar dit zijn eigenlijk de servieskasten. En je kan de functie zien ook aan het glas in lood. Daar zie je dus zeg maar een fruitschaal. Dit is dus gebruikt als eetkamer. En in de hoek was een dienkamertje. Dat was mooi verstopt. Dus, zeg maar, het eten werd hier achter in de keuken gemaakt. Dan kwam het via dit dienkamertje naar binnen. Nou, je ziet, wij hebben het als functie veranderd. Dit pand kocht, zat hier een gemetselde schoorsteen. Die heb ik er eigenhandig met de voorhamer uitgeslagen. En mijn vrouw heeft een mooie aga op de kop getikt. Een oldtimer uit 1949. En ja, dat is wel heel bijzonder. Dit heb ik eigenlijk nog zelden gezien. Maar dat, die werden vroeger gemaakt op kolen. En hij is omgebouwd geweest op olie. En wij hebben hem weer om laten bouwen op gas. Ik heb met overhead sheet kopieën. Ik heb dus die tegeltjes op de kopieermachine gelegd. En dan krijg je met overhead sheet, krijg je dus dat motief in het plastic met lijm erop. Je trekt het plastic eraf en de kleurstof bleef zitten. Nou, gaan we naar boven. En dan komen we in de afdeling waar vroeger het personeel woonde. Want hoeveel personeel was er zo gemiddeld? Nou, ik denk dat er geweest is een koetsier, tuinman en één hoofd van de huishouding, een mevrouw en twee meiden. Dus gauw 4 man personeel, evenveel als de bewoners dus. Dat is toch heel royaal, zou ik zeggen. Ja, dit is een mooie grote ruimte. Maar hier sliep het personeel, die waren constant eigenlijk ook hier. Hier was het personeel aanwezig, hè? Je kan eigenlijk zien dat dit een grote kamer was. Een droogzolder zit er natuurlijk. En dan zitten voor en achterin zitten er aparte kleine meidenkamers. Hadden die mensen geen eigen woningen? Of was het... Het personeel was intern. En er was natuurlijk beneden in de keuken waren er van die panelen waar je op belletjes kon drukken. Zodat vanuit ieder vertrek kon dan het personeel zien waar dus zeg maar assistentie geboden was. Ja, want de service moest dag en nacht doorgaan. Zo was het, ja. En met het einde van deze rondleiding zijn we bijna aan het einde gekomen van onze aflevering over een van de eerste forense dorpen in Noord-Holland. Maar we moeten nog even kijken hoe de werkdag is afgelopen van mevrouw van Delft. Zo, fijne werkdag gehad. Ja, lekker druk gehad. Lekker druk, ja. Lekker drukke stad is het ook. Dat en ook. U gaat nu weer de rust opzoeken, neem ik aan. Zeker, ik ga lekker naar huis. Gaat u nog wat leuks doen vanavond? Ja, ik ga eens met een vriendinnetje eten, die komt even langs. Oké. Dat is gezellig. Ik ga proberen wat lekkers te koken vanavond. Heel veel plezier daarmee. Nou, hartstikke bedankt. Tot ziens. Dag. Zo, nu begrijpen we dus de overwegingen van de forensen om het Gooi uit te kiezen. En dan is een korte treinreis dus helemaal geen obstakel. Er is nog veel meer te vertellen over dit onderwerp. Heeft u zelf een bijdrage of wilt u andere mooie verhalen lezen over Noord-Holland? Ga dan naar de website www.oneindignoordholland.nl.